Voor het vorstelijke huwelijk in Jordanië heeft onze koningin gekozen voor een jurk met een opmerkelijk detail. Gisteravond bezocht ons koningspaar het koninklijke huwelijk van de Jordaanse kroonprins. Royalty van over de hele wereld hebben hun beste kleding uit de kast gehaald om deze feestelijke gelegenheid te vieren. Toch is de jurk van Maxima het gesprek van de dag. Onderaan het artikel vind je foto's van haar outfit. Prinses Amalia maakte al een verpletterende indruk met een prachtige gallenjurk van Jan Tamino, compleet met bijpassende diadeem. Ook koningin Maxima koos voor een elegante avondjurk met een tiara. Toch heeft iedereen het over deze outfit van de koningin die ze droeg tijdens de ceremonie overdag. Maxima draagt voor de ceremonie een blauwe jurk van het Italiaanse merk Luisa Beccaria. Het is een jurk met doorschijnende details, een romantische bloemenprint en een riem om de taille. Maar het draait allemaal om het diepe décolleté dat de koningin hier laat zien. Nou ja, diep volgens koninklijke normen dan. Waar Kate Middleton kiest voor een hooggesloten jurk van Elie Saab, lijkt koningin Maxima hier een gedurfde keuze te maken. Zeker omdat Jordanië een islamitisch land is in het Midden-Oosten waar vrouwen meestal bescheiden gekleed gaan. Maar ach, wie zijn wij om daar een mening over te hebben? Wij bewonderen Maxima om haar durf, want deze jurk is perfect voor een aankomende zomerse bruiloft. Hier vind je de prachtigste jurken voor bruiloftsgasten als je zelf binnenkort ook een bruiloft op de planning hebt.